Vorige week heb je dan entree gemaakt in de thuiswedstrijd tegen FC Emmen. Hoe was dat? Geweldig. Na zo'n lange periode revalideren was het echt een lekker gevoel. Ja, je loopt dan warm en dan zie je de trainer je roepen. Wat denk je dan? Ja, nu begint het weer. Ja. Ja, en dan zit je weer op de juiste weg. En dan sta je aan de kant van het veld en dan? Ik werd opeens naar het veld geroepen door de trainer om warm te lopen. En toen had ik misschien 2 minuten. En toen ik erin kwam, ja. Ik bracht wel gewoon energie in het team en ik probeerde mijn best te doen. En dat was het. Ja, heb je dan gelijk het gevoel dat dat weer loopt? Ja, zeker, zeker. Ja. En je bent natuurlijk een tijd geblesseerd geweest. Kan je daar wat over vertellen? Je brak je enkel en toen? 4 dagen later had ik gelijk mijn operatie. En toen heb ik 1 dag nog uitgerust thuis. En de volgende dag moest ik gelijk weer op de club zijn en trainen. Hoe zag dat traject eruit dan, van revalideren? Ik begon met mijn bovenlichaam trainen en mijn rechterbeen, zodat ik niet veel verlies in mijn rechterbeen. En ja, met de stappen gingen we door naar beide benen en op 1 been staan. En toen de kracht in beide benen bewerken. En ja, dat was het wel eigenlijk, tot ik de laatste maand van me op de loopband mocht. Okay. En toen was ik best wel wat zwaarder geworden. Dus toen moest ik met 70% van mijn gewicht lopen. Mm-hmm. En dat dan weer opbouwen naar 100. En zo ben ik weer op de juiste weg gekomen. Zwaar? Was het zwaar? Zeker. Ja? Ja, het was niet lichamelijk zwaar, maar echt mentaal zwaar. Op het begin van, ja, je ligt eruit, wat ga je doen? Ja. Ik zit in mijn laatste jaar van mijn contract, dus dat kwam er ook bij kijken. Wat ga je doen en zo, maar ja. Ik heb mensen om me heen gehad die me goed hebben geholpen en op de rechte pad hebben gehouden. Dus daar ben ik blij mee. Veel steun gehad van thuis ook. Zeker. Dat ze zeggen van kom op, gewoon doorgaan zeker en doorpakken. Thuis en vrienden om me heen. Je bent nu je rentree gemaakt, kan je het zeggen natuurlijk. Ja. Wat is verder je doel voor dit seizoen? Het seizoen is natuurlijk bezig, je zit er middenin. Wat zou je willen verder? Veel minuten maken en een basisspeler worden voor Jong. Gewoon belangrijk zijn. Mijn coaches meepikken, assistjes geven. Zodat ik kan doorstromen naar 1.